Ik stoor me niet aan de protesten die gisteren hebben plaatsgevonden voor het gebouw van de TMB Art Studios de Mongo. Dit zegt Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kibi, vanmiddag tijdens een persconferentie. Jongeren van Mongo hebben gisteren geprotesteerd dat de stichting moet verhuizen, omdat er een middelbare school moet komen op de plek waar de stichting huisvesting heeft, in het oude ziekenhuis in het Stafdorp. Dat was eigenlijk die tegenpool. Dat waren eigenlijk jongeren die als vakantiejobbers werken via de Nationale Democratische Partij. Zo werd het ook aangekondigd. Dat ze in principe op het terrein waren om aan te geven van Stichting Kibi, je moet eruit, want we willen de middelbare school. Dus eigenlijk is juist het teken overgestelde. Weet je, maar daar storen we ons niet aan. Het zijn jongeren die zijn aangezet om datgene te doen, om daar aanwezig te zijn. Want gisteren hadden we een meeting met de lokale community, met de kapitein, om hun te informeren van hey, dit is wat Stichting Kibi gaat doen, voordat we vandaag in de pers. Dus nu zijn ze al geïnformeerd van dit zijn die stappen, waarom we die stappen hebben genomen. En we mogen blij zijn dat ze begrip daarvoor hebben. We hebben ze ook aangegeven van, weet je, we gaan het gebied niet laten. We blijven ons inzetten, maar voor nu is de environment niet ready om het festival voor te zetten in Mongo. Pinas benadrukt dat de stichting niet in de weg staat van de ontwikkeling van het bauxietstadje. Integendeel hebben we altijd geprobeerd met alle ontwikkelingen mee te gaan om Mongo naar het niveau te brengen waar het nu is, benadrukt Pinas. Waar we tegen zijn is de manier hoe ze zijn omgegaan met het gegeven. Er moet een school komen. En als de overheid vindt dat de school in het ziekenhuis moet komen waar Stichting Kibi al jaren heeft gewerkt, dan was het netjes om van tevoren een schrijver te sturen om ook te praten erover. Maar je kan niet achter mijn rug om die deuren gaan openbreken en dan kom je zeggen van hier komt de school, je moet voor 1 oktober eruit. Is dat een manier van werken? Is dat respectvol? Gaan we dat accepteren? Ik, Marcel Pinas, ga dat niet accepteren. Vandaar dat we ook hebben gezegd van dit is niet de manier hoe je met kunst en cultuur moet omgaan. Als andere culturele organisatie niet willen opkomen voor hun recht, ik doe dat wel. Want hoe je draait of keert, kunst en cultuur is de basis van ontwikkeling. Zonder kunst en cultuur, al breng je zoveel toeristen, als ze niks te zien hebben, wat heb je? Je hebt niks. En als je kunst en cultuur niet ondersteunt, ga je alle goud weghalen. Alle hout weghalen. Alles aan het afgraven. Het raakt op. Kunst en cultuur, je investeert. De manier van hoe wij leven in het dorp. Mensen willen dat zien. Mensen willen dat meemaken. Naar de kostkrantje gaan. Nappie eten. Chinese taaier weghalen. Weet je, dat is de manier van hoe wij leven. Weet je, en als we dat kunnen neerzetten op de kaart, weet je, dan hebben we voor altijd toerisme. Weet je, en daarvoor moeten we gaan. We moeten voor iets duurzaam gaan. Dat we kunnen achterlaten voor de generatie, de volgende generatie. Weet je, dat is heel belangrijk. Dat was Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kibi. We spraken hem naar aanleiding van de protesten van jongeren van Mongo voor het gebouw van TMB Art Studio in het bauxietstadje Mongo.